Hallo allemaal, Jeroen Brouwers, Geheime Kamers uit het jaar 2000. Een goede samenvatting vind je op scholieren.com. Het is een boek dat ontluistering biedt. Een ontluisterend boek wat de menselijke toestand betreft, wat de condition humaine betreft. Het gaat hier om liefdesrelaties waar mensen elkaar bedriegen. En dat is ontluisterend om kennis van te nemen, waar we kennen dat wereldbeeld van Brouwers al een beetje, dat gewriemel van de mensen, zo staat het in het boek. Er komt een Mongooltje voor in het boek, die heet Hanneke, en als ze geboren wordt, spreekt haar moeder, haar oma, spreekt de woorden: het oneindige verdriet van het menselijke gewriemel zal haar grotendeels worden bespaard. Dus ze mag dan Mongoloïde zijn. Dat hoeft ze niet mee te maken. En zo is het eigenlijk ook. Het is een menselijk gewriemel, geklungel en gekluns in de liefde. Waar mensen elkaar eigenlijk dwars zitten. Meer dwars zitten en elkaar bedriegen dan dat ze elkaar lief hebben. Een ontluisterend boek dus. Past helemaal in het oeuvre van Brouwers, die er trouwens een fantastisch geslaagd boek van heeft gemaakt. Wat je alleen maar met bewondering kunt lezen, omdat het zo goed in elkaar zit. Het eerste dat aan Geheime Kamers opvalt, is dat het een terugblik is van de ik-persoon en de hoofdpersoon en van degene bij wie het perspectief ligt, Jelmer van Hof. En hij is, blijkt uit het laatste hoofdstuk, een verslag aan het voltooien voor een commissie die een onderzoek doet naar een moordpoging, zoals later zal blijken. Daar kom ik straks nog wel op. Pas aan het slot verneem je dus wat dat onderzoek precies is. Het hele verhaal van Geheime Kamers bestaat ongeveer 3 jaar. De hoofdpersonen zijn Jelmer, een mislukte leraar geschiedenis, die getrouwd is met Paula en die hebben samen een dochter, een Mongoliede dochter. Dat hebben ze voor de buitenwereld geheim gehouden dat ze Mongoloïde is en die heet Hanneke. Dan zijn er Nico Siebelein, hoogleraar archeologie, studiegenoot ooit van Jelmer en diens vrouw Daphne. Jelmer was vroeger al meteen verliefd op Daphne en is dat eigenlijk gebleven en zij betovert hem. En ook nu als ze uit het verleden, uit het archeologische verleden van hen beiden tevoorschijn komt, is hij weer helemaal door haar betoverd. Zij is operazangeres en zij heeft hem volledig aan een touwtje, zoals de jojo op en neer gaat, zo gaat de aantrekkingskracht en het weer afstoten bij Daphne op en neer als het, wat het Jelmer betreft en ook andere mannen wel. Daphne is hopeloos verliefd op Johan Varenvoort en heeft eigenlijk van voor haar huwelijk al een relatie met die Johan Varenvoort en heeft die nooit opgegeven. En ze heeft haar man, Nico, de hoogleraar in de archeologie, eigenlijk al die tijd van begin af aan bedrogen met die Johan Varenvoort, dat een uiterst onsympathiek personage is, dat op het conservatorium waar hij lesgeeft, seksuele betrekkingen houdt met iedere leerling die hij persoonlijk onderricht geeft. En het is in het conservatorium een soort uitspraak geworden: ben jij al gevarenvoerd? Met andere woorden, heb je al de sponde gedeeld met varenvoerd? Ja, dat is eigenlijk het gegeven, het belangrijkste gegeven in het boek. Paula, de vrouw van Nico, bedriegt hem ook al meer dan 10 jaar met Ari Welden, de psychiater. En Nico is hopeloos verliefd, zoals gezegd, op Daphne en schrijft daar in het geheim
tussen aanhalingstekens, geheime kamers, daar denk daar weer aan. Allerlei liefdesbrieven die verderop ook zullen uitkomen, ontdekt zullen worden en een rol zullen spelen. Dat zijn zo de hoofdpersonen van het drama dat zich gaat voltrekken. Jelmer blikt terug. In het nu vertelt hij wat er in het verleden is gebeurd. Daarbij komt het regelmatig terug dat ik in het nu weet wat op dat moment in het verleden nog onbekend was. En dat maakt hij ons dan bekend. Niet alleen wordt daardoor verklaard of opgelost of Sibbelijn nu wel of niet bedrogen is. Dat is het vervelende ervan. Of hij bedrieger is, sorry. Die Sibbelijn, is hij nu wel of niet een bedrieger? Dat is de vraag. En dat komt de lezer eigenlijk niet goed te weten. Is hij met zijn archeologische vondst van de steen van Sibbelijn, heeft hij die gevonden en heeft hij daar gebruik gemaakt van het feit dat er geen getuige is en heeft hij alles verzonnen en zelf in die steen gekrast? Of is hij te goeder trouw? En dat blijft een beetje in het midden of die archeologische vondsten nu wel eerlijk tot stand gekomen zijn of niet. Er blijkt meer in het verslag dat niet overeenkomt met de werkelijkheid in het boek. Daphne met haar eindeloze kletsverhalen die niet blijken te kloppen, is zo'n leugenbeest, hè? Iemand die net bezijden de werkelijkheid dingen vertelt. De wetenschappelijke artikelen van Nico zouden misschien ook gedeeltelijk of geheel verzonnen of bedacht kunnen zijn. Hij wordt in ieder geval door een roddelblad in een slecht daglicht geplaatst. Er zijn ook foto's gefotoshopt door dat roddelblad, waardoor er een bepaald licht valt op de gebeurtenissen in het nadeel van Nico. Hij wordt door dat roddelblad kapot geschreven. Niets is wat het lijkt. Hè. Er zijn leugens en bedrog alom tussen de volwassenen. De enige zuivere in het hele verhaal is eigenlijk dat Mongooltje Hanneke die zonder bedrog is. Ik kom daar zo nog even op terug. De belangrijkste personages, Jelmer en Daphne, vertonen in hun geschiedenis met elkaar een variant op of delen van een mythologisch verhaal, Orpheus en Eurydice. Je moet even op het internet zoeken als je niet weet wat dat inhoudt, wat dat verhaal is. En het bestaan van Jelmer in de werkelijkheid wordt eigenlijk begeleid door een soort parallel heelal, een wereld van fantasieën die hij heeft, dromen, maar ook nachtmerries en verzinsels, angsten, vermoedens, kortom een wereld waar van wat zou kunnen zijn, wat er mogelijk is. En die verhouding tussen de werkelijkheid en de mogelijkheid, zegt een van de recensenten, is eigenlijk de kern van het boek. Jelmer is betoverd door de zangkunstenares Daphne. Dat verwijst naar de mythe van Orpheus en Eurydice. Het is niet de man die de vrouw met zijn fluitspel, die de God van de Hades heeft met zijn fluitspel verleid, maar het is Daphne die met haar zangkunsten, en niet alleen daardoor natuurlijk, door haar hele verschijning, Jelmer betoverd. Ze is een melkachtige witte verschijning, ze lijkt dus een schim uit de onderwereld, zouden wij zeggen, om in termen van Orpheus en Eurydice te blijven. En dan zitten we bij de eerder genoemde mythe. Als Orpheus betovert ze Jelmer met haar voorkomen en zangstem.
En dat leidt tot een soort geheime, tussen aanhalingstekens, relatie. Maar er gebeurt eigenlijk niks bijzonders. Het enige wat ze doen is dat ze elkaar verliefde brieven schrijven, hij vooral aan haar. Maar er is geen echte keiharde overspelsituatie. Helemaal niet. Het is meer voor hem een gedroomde liefdesrelatie. En niet zozeer een realistische. Zijn relatie met Daphne is er een op de grens van schijn en werkelijkheid. Van droom en werkelijkheid. Hij zou wel heel graag willen dat. Hij droomt erover dat. Maar het is op de drempel van de geheime kamer dat hij door haar gehouden wordt. Zij ligt op een gegeven moment naakt naast hem op een hotelkamerbed, maar hij mag niks doen. Hij mag niet tot handelingen overgaan. En die relatie wordt toch als echt voorgesteld door in een roddelblaadje, Skik geheten, en wordt daardoor een vervalsing van de werkelijkheid. Want zo is het eigenlijk in werkelijkheid niet, maar het wordt wel voor werkelijkheid aangezien. Dus, niet Jelmer is de Orpheus die Daphne in is, Eurydice, die Daphne in Eurydice zoekt, die gestorven is, maar Daphne is de Orpheus die hem onder andere met muziek bedwelmt en hem vervolgens aan de lijn houdt als een touwtje van de jojo. Hè? Die jojo is het touwtje van aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Daar is hij heel geraffineerd in. Met Daphne komt er een hele vloed van ellende naar boven. Zij lijkt uit de onderwereld omhoog te komen. Ze hoort immers bij zijn verleden, bij zijn archeologie, zou je kunnen zeggen. Zijn persoonlijke geschiedenis, de archeologie van zijn persoonlijke geschiedenis van 20 jaar geleden. En dat roept bij Nico, haar man, de nodige woede op. Die leidt uiteindelijk tot de aanslag op Daphne. Dat zal ik nog vertellen hoe dat zit. En leidt uiteindelijk ook tot Jelmers scheiding. Want ook Paula is woedend over het feit dat Jelmer er een mogelijk, denkt zij, een relatie op nahoudt met Daphne, wat in werkelijkheid helemaal niet zo is. En zij heeft zelf boter op haar hoofd, want zij heeft een verhouding met de psychiater Welden. Dus waar heeft ze het over? Wat nog meer uit de diepte omhoog komt, is de woonboot die daardoor stinkt, want hij komt uit de modder en uit het toilet komt allerlei vies spul lopen. Dus het is als het ware de Hades die omhoog komt, de stront onder de toiletpot. Ik kan het niet gematigder zeggen. Verschil met het Orpheus-verhaal. Jelmer is verre van een held zoals Orpheus. En het is eigenlijk, Jelmer is eigenlijk een sukkel. Die leeft in een fantasiewereld, in tegenstelling tot Orpheus. En Jelmer komt niet naar boven uit de Hades, maar ik zou zeggen, het is omgekeerd. Hij daalt daar uiteindelijk in af. En er komt allerlei narigheid op hem af als hij langer in de buurt is van die Daphne en met haar een soort geheime telefoongesprekken en briefwisseling heeft. Daphne zou je kunnen zien als vertegenwoordiger van de onderwereld, van die onderwereld, en die duikt steeds weer op in de werkelijke wereld van Jelmer en hij laat zich betoveren. Keer op keer gaat de jojo op en neer. Er is ook nog een beeld van een soort stoel waar die in zit. Een schommelstoel van het heen en weer gaan daarvan. Dat kan er ook allemaal op wijzen.
Daphne nodigt uit, longt hem, belt hem op, neemt hem in vertrouwen. Daardoor weet hij een heleboel over haar liefdesleven. Maar is ook niet aanwezig op afspraken. Er is een afspraak die ze wel met hem gemaakt heeft, maar ze is verdwenen. En we komen er helemaal niet achter waar ze naartoe is gegaan in het boek. We weten het gewoon niet. Ze heeft allerlei uitvluchten en zij doseert hem eigenlijk met een C. Ze doseert hem hoe je dat moet doen. Liegen, bedriegen. Je echtgenoot hoeft niet alles te weten, zegt ze. Dat is punt 1. Je mag je eigen geheim hebben. En punt 2 heeft ze meerdere liefdes nodig. Dus daarmee legt ze het eigenlijk uit. Door middel van deze twee personages zet Brouwers ook de mens in zijn hemd, of liever in zijn blootje. Wij zijn klungelaars in de liefde, wij zijn angstige bedriegers die er parallelle levens op nahouden als het om de liefde gaat, die expert zijn in het verhullen en verdraaien, die liegen, terwijl we zo dicht mogelijk bij de feiten blijven. Zo zegt ze het. Ik vind het een mooi zinnetje om uit je hoofd te leren. Die Daphne is degene die hem leert liegen, terwijl hij zo dicht mogelijk bij de feiten blijft. Draaien leert ze hem, verdraaien. En ze pleegt overspel met die Johan Varenvoort. En toch weer niet, want ze trekt Jelme wel aan, maar doet uiteindelijk niks. Jelme moet dus vooral denken in niet te realiseren mogelijkheden. Dat is wat mensen doen, niet te realiseren mogelijkheden onderzoeken, verzinnen en bedriegen als het moet. Een decennium lang. Blind voor het bedrogen worden ook in de liefde. Dat geldt voor die Nico, hè. Het gekke is dat Daphne als fantasiegeliefde de oorzaak is van de scheiding van Paula. De wereld van de droom heeft tastbare gevolgen voor de werkelijkheid. De geheime kamers zijn dus de kamers vol mogelijke gebeurtenissen. De realisatie ervan, een echte liefdesrelatie met Daphne. Maar geheime kamers verwijst ook naar de werkelijkheid. Want zij moet zorgen dat haar man Nico nergens van te weten komt als het over Johan Varenvoort gaat. En dat lukt daar al decennia lang. En dat mag niet bekend worden. Want dan betreed je echt de geheime kamer. En dat is niet de bedoeling. De reële werkelijkheid mag je niet onder ogen zien. Als we het over de reële werkelijkheid hebben, dan leidt ons dat naar een andere hoofdpersoon. Een andere persoon. Ik zou zeggen op het tweede plan, maar wel heel belangrijk. Nico Siebelein, professor in de archeologie. Wiens geleerde wereld zo ongelooflijk humoristisch en sarcastisch neergezet wordt. En wiens val zo treffend beschreven wordt. Dat is echt een echt hoogtepunt in het boek, vind ik. Als je die meteen in het begin al die geleerde wereld beschrijft, dan barst je in lachen uit en denk je, wat stelt het toch eigenlijk allemaal voor, helemaal niks. Jelmers studiegenoot is die Nico. Ze kennen elkaar dus uit het verleden. En hij is dus getrouwd met Daphne en dat heeft zij gedaan om hem een plezier te doen. Hij heeft toen in zijn carrière de steen van Kreteur gevonden. En dat heeft hij gedaan eigenlijk samen met Jelmer toen hij in de Ardennen was. Maar Jelmer had beekwater gedronken en die was heel erg ziek geworden. Hij was afgevoerd naar een ziekenhuis. En toen had hij de gelegenheid gegrepen om af te dalen in de grot. En hij had daar de steen gevonden en dat had hij dus helemaal alleen gedaan zonder getuigen en dat zal later tegen hem gebruikt worden. Vlak onder zijn neus
Over tijd gesproken, vlak onder zijn neus, vlakbij, heeft zij al jarenlang een geheime relatie van Johan Varevoet. En hij weet alles over het verleden en de archeologie en de miljoenen jaren van groei van de aardkorst en de dinosaurussen en noem het allemaal maar op. Maar wat er in het echt, in de werkelijkheid, vlak onder zijn neus gebeurt, dat heeft hij niet in de gaten. Al denkt hij op een gegeven moment wel dat het zo is dat die Jelmer degene is die hem al jarenlang samen met Daphne bedriegt. Hij denkt dus dat haar geliefde Jelmer van Hof is. Zo bijziend is hij, want hij is bijziend, letterlijk en figuurlijk dus. Zo sukkelachtig is de mens, zou ik zeggen, dat hij op de foute informatie afgaat en vanuit zijn emotie handelt als het moet met moord en doodslag. Want het loopt uiteindelijk helemaal fout. Als hij weet krijgt via zijn zoon van de bijeenkomst van een rendezvous tussen Daphne en Jelmer, nog heel onschuldig, in de kantine van het archeologiemuseum, geloof ik, in ieder geval in de kantine, dan gaat hij daar ook heen en hij neemt het pistool dat hij al in de Ardennen had, want dat heeft hij aan Jelmer laten zien, neemt hij mee en hij besluit om wraak te nemen en hij zal schieten, hij zal Jelmer doodschieten en hij is ook van plan om Daphne neer te schieten. Hij schiet inderdaad met dat pistool, waarin 4 patronen zitten, dat weet Jelmer omdat hij hem dat verteld heeft. Hij richt op Jelmer, maar mist hem en schiet een dinosaurus kapot. En de 3e kogel is uiteindelijk raak, die raakt daar in de schaamstreek. Symbolisch dus de plek die ze uitgeleend heeft, wordt kapotgeschoten. En hij heeft ook gericht op Jelmer, maar die heeft hij gemist. Denk aan dat schieten in die schaamsteek is natuurlijk een symbolische handeling. Waarom raakt ze hem nou net daar? Omdat ze daar haar schaamsteek uitgeleend heeft. Ja, maar aan die Johan Varevoet, die helemaal vrij uitgaat. Die blijft overal buiten. Ook al stond hij als schuinsmarcheerder bekend. Ik heb al gezegd, ben je al gevarenvoerd? Er was een gevleugelde uitdrukking onder studenten van het conservatorium. Met andere woorden, die gevarenvoerd, die bedriegt ook haar weer op zijn beurt met allerlei andere vrouwen. In ieder geval, Nico heeft wraak genomen, maar op de verkeerde man. Wat een geklungel. Wat een geknoei. Wat een klein. Hoe klein zijn mensen om op deze manier met elkaar om te gaan? Uiteindelijk wordt Jelmer niet geraakt, maar zijn wetenschappelijke reputatie was van de wetenschappelijke reputatie van Nico was al vernietigd en wordt nu natuurlijk definitief vernietigd door deze gebeurtenis. Maar het was vernietigd, het was daarvoor gebeurd door het roddelblaadje Skik. Zijn steen zou een vervalsing zijn. Hij zou Jelmer vergiftigd hebben in Creteur. Zodat er bij de vondst geen getuigen waren en hij makkelijk de steen van Creteur kon vervalsen. Dat is wat dat roddelblaadje met heel suggestieve gefotoshopte foto's beweert. En de wetenschappelijke gemeenschap keert zich van hem af. Er zijn allerlei zogenaamde bewijzen die aangeven dat hij zijn hele wetenschappelijke carrière bij elkaar gelogen heeft. Of dat ook zo is, blijft in het boek in het midden. In korte tijd is hij hoogleraar af en zijn
onderscheidingen kwijt en de tekst op een bepaalde steen in Créteur, in de Ardennen, wordt er door het gemeentebestuur van de muur gehaald. Daar hadden ze hem geëerd met zo'n soort steen met opschrift. En daar hebben ze daar weggehaald omdat hij totaal is afgebrand. In de tijd daarvoor, iets daarvoor, als het roddelblaadje Skik zo ver gaat om ook een foto van Hanneke, de Mongoliede meisje, op te nemen in het blad, besluit Paula, de vriendin van Jelmer, te gaan scheiden. En later wordt het hem ook duidelijk dat hij de boot moet verkopen en dat hij uiteindelijk helemaal alleen komt te staan. Nico wordt uiteindelijk na zijn schietpartij opgepakt en verdacht van poging tot moord. En dat wijst erop dat het heel waarschijnlijk is dat Daphne de schietpartij wel heeft overleefd. En met die schietpartij eindigt het boek eigenlijk. Paula, de vrouw van Nico. Ja, dat is ook heel bijzonder. Een heel bijzonder naar mens in zekere zin. Want ze leeft eerst gelukkig samen met Nico. En dan krijgen ze een dochter die Mongoliede blijkt te zijn. En dat is voor haar een reden om de band met haar dochter door te snijden. Ze gaat vervolgens hem bedriegen met een psychiater. Ze wil niks meer met dat kind te maken hebben. Maar hij blijft het kind elke zondag bezoeken. Daar krijgt hij ook een seksuele relatie. Jelmer met Jelmer heeft samen met ik heb het verkeerd gezegd. Paula heeft samen met Jelmer voor de omgeving verzwegen dat ze een dochter hebben, Hanneke, die Mongoliede is. En zij wil niks meer met het meisje te maken hebben. Ze bedriegt hem vervolgens 10 jaar lang met de psychiater. Maar wat onbegrijpelijk is, ze maakt zich wel heel erg boos omdat hij aanpapt met Daphne. En volgens haar heeft ze een relatie met Nico, wat helemaal niet het geval is. Het is een would-be relatie, las ik ergens. Het huwelijk is een mislukking geworden na de komst van Hanneke. Dus de komst van dat Mongoliede kind heeft de boel kapot gemaakt. En ze heeft zich van het Mongooltje afgekeerd en wil niks meer van haar weten. En heeft het ook, hebben ze samen besloten om dat maar niet tegen anderen te zeggen. Nou, hoe klein kun je zijn? Daphne gaat op bezoek bij Nico en Paula, maar dat laat die Paula ook wel toe, zei het met grote tegenzin. Maar Paula heeft ook de psychiater Weldon uitgenodigd. En na die uitnodiging en dat etentje, waar nog een paar pijnlijke dingen worden gezegd, besluit ze als Hanneke in dat roddelbaadje komt te staan, definitief van Nico te scheiden. Eigenlijk leefden ze al gescheiden in één huis op die boot. Maar dat betekent voor Nico dat de boot wordt verkocht en hij moet dan in een gehoorig flatje gaan wonen en is alleen. Dat heeft hem niet verrast, dat zat er al dik in. Hanneke dan. Hanneke is prachtig beschreven, vind ik. Een Mongooltje in een inrichting, maar zij is het zuiverste van alle volwassen personages. Ze is ontroerend hulpeloos en blij tegelijk. Geen enkele dubbele agenda,
Geen leugens, geen halve waarheden, geen fantasieën, niks te verbergen, geen gemanipuleer. Ze blijkt fantastisch met Nintendo om te kunnen gaan. Dat is een verrassing voor iedereen dat ze dat kan. Zij is de mens zoals die eigenlijk zou moeten zijn. En zeker als het om de liefde gaat. Zij houdt veel van haar vader. En wordt alleen hysterisch als haar moeder in de buurt is. En nou, dat is niet zo gek. Nog een paar opmerkingen. De hoofdpersoon heeft voortdurend de indruk dat hij in een film- of soapserie speelt. Wat dat betreft zou je het boek ook als een soort soapserie kunnen lezen. Met allerlei afleveringen met die tamelijk opgewonden Daphne. Die telkens weer aan-uitrelaties heeft met Jelmer. En die bijna-relatie met Jelmer wordt dan opgeblazen door de roddelpers tot een echte relatie. Nou, als je dat zo vertelt, dat dat in het boek staat, dan zou je denken van we hebben te maken met een soapserie. De fictie is hier de werkelijkheid de baas. Er is nog een ander begrip waar we het even over moeten hebben en dat is de tijd. Er is de reële tijd van de geschiedenis die verteld wordt en de tijd van de prehistorie, waarvan we wetenschappelijk aannemen dat ze miljoenen jaren geleden reëel was. Hè, en dat de indeling daarvan ook klopt. Helemaal zeker weten we dat niet. De prehistorie van Jelmer en Daphne is, zou je kunnen zeggen, ook een soort archeologische tijd, namelijk dat is een studententijd waarin Jelmer ongelooflijk verliefd was op Daphne, waarin Daphne Nico trouwt, maar eigenlijk op die Johan Freudenraad valt en hem als geliefde heeft genomen en Nico daar jarenlang mee bedrogen heeft. Ze doet het gelijktijdig in de studententijd met Nico en met die Johan Freudenraad. Als Eurydice stapt ze op hem af, maar houdt hem aan het lijntje als het om Jelmer gaat. Hè? En je ziet wel dat die mythe van Orpheus wel in het boek zit, maar toch wel stevig verandert. En ik vind sommige recensies wat al te gemakkelijk gezegd dat die mythe daarin verwerkt is. Overspoelt het verleden de hoofdpersoon Jelmer en Daphne? De hoofdpersonen Jelmer en Daphne. Overspoelt het verleden dat? Want dat gebeurt in die schietpartij. Dat het aquarium geraakt wordt. Het water stroomt eruit. En dan staat er dat de Styx losgebarsten is. En over Daphne en Helmer heen stroomt als het ware. En neemt de Styx, hè, de doodsrivier, Daphne als witte schim mee terug in de onderwereld? Dat is een vraagteken, want we weten ook niet of ze het overleeft of niet. Helemaal zeker is het niet. De auteur heeft zelf gezegd, ik denk wel dat ze het overleeft. Dat vond ik wel mooi. Dat las ik ergens. Een paar citaten, tot slot. Tenzij men aanneemt dat alles met alles samenhangt. Nou, dat neemt Brouwers ook aan. Hij heeft zo'n boek gecomponeerd dat alle elementen met alle andere elementen samenhangen. Hij heeft heel mooi gedaan met die jojo die terugkomt. Hij heeft heel mooi gedaan met die verschillende personen die verhalen haken in elkaar. Het klopt allemaal precies. Ja, die octaviteit wordt dat wel ergens anders genoemd. En alles hangt met alles samen, komt in het boek heel duidelijk naar voren. Dan een uitspraak van een archeoloog, die ook in het boek voorkomt, die ook erg komisch is. Waar wij zoeken, daar in de diepte moet het te vinden zijn. Dat is ook een aansporing voor de lezer om verder te kijken dan zijn neus lang is, in de diepte te zoeken. En dan, wat het wereldbeeld betreft, van Brouwers nog even een citaat. Alleen maar nullen, nergens uitzicht, nergens verwachtingen, nergens hoop. Dat is
de mensvisie van Brouwers in het kort weergegeven. Over Hanneke heb ik al gezegd dat er gezegd wordt: het oneindige verdriet van het menselijke gewriemel zal haar grotendeels worden bespaard. Met andere woorden, als ze gezond was geweest, dan zou ze ook in die wirwar van leugens, geklungel, bedrog, schijnwerkelijkheid zijn terechtgekomen. Nog een uitspraak. Is cynisme verweer tegen angst? Met andere woorden, ben ik als schrijver hier en daar cynisch, omdat ik eigenlijk mijn angst onder controle moet houden? Zijn hoofdpersonen dat, moet ik denk ik denken. En dat geldt voornamelijk voor Nico. En de laatste, ook weer het wereldbeeld. Trouwens, wat is de waarheid en doet het er iets toe? Met andere woorden, dat doet er niks toe. Nou, de waarheid die wel ertoe doet, is dat gedraai en gewriemel, het geklungel en geklooi, dat kenmerkend is voor ons mensen als we met elkaar in wat verdergaande relaties ons begeven. De vraag is of je daarin wil geloven of dat je zegt: nee, maar ware liefde bestaat. Het is niet allemaal bedrog en geklungel en geklooi. Echte liefde bestaat. Ja, die keuze moet jij maken. En die ga ik niet voor je maken. En je voelt wel aan de toon waarop ik dit boek behandeld heb, wat ik daarvan vind. Ik hoop dat het je geholpen heeft om een dikke pil van bijna 500 bladzijden, om die tot je te nemen en op je lijst te zetten. Ik vind het heel knap. Als je het goed vindt, druk dan even op like. En dan ben ik weer helemaal gelukkig. Tot ziens.